hat immer Glück, er hat immer Glück. Gisteren stonden er al boa's, hè? Jan die stond daar aan de dijk. En hij werd wel gesommeerd om weg te gaan. Zo van, dit is de boot. Weg? Ja, je mag hier dus eigenlijk niet komen. Oh, okay. Zo. Ja, ik had ook gisteren gehoord dat als je daar door die poort ging, dan kreeg je een boete van ons. Ja, maar als er een boa staat, dan staat er een... Nee, klopt, ja. Maar er stonden wel een aantal mensen stonden daar inderdaad boetes uit. En toen gingen ze daar parkeren, gingen ze op de dijk gingen ze daar staan. Gingen mensen met kratten bieren gingen ze zitten. Ja. En het doel dacht ze, ja, dat kan niet goed zijn. Nee. En ze hebben uiteindelijk hebben toen En die kwamen pas laat, hè? Die kwamen pas denk ik nu of half negen. Maar wat het mooiste was daar bij de Maasziekenhuis, daar stonden ze mevrouw met een dochter met een rolstoel. Een elektrische rolstoel stond er. Een auto die wilde draaien en motoren. En op een gegeven moment was het gewoon echt dat, wie laat nou wie door? Die mevrouw met de rolstoel kon er niet eens meer uit. Oh. Dat was echt. Ja, zo gek was het. Maar goed, was dat die hek aan de kant zetten. Er waren allemaal mensen te kijken. Zo van, wat is dat voor een auto? Waarom zei hij van, hoezo doe je dat? Je woont hier helemaal niet of zo, weet je wel. Maar... Ja, nee, maar goed, wij mogen hier wel komen. Nou, we hebben ook hier de auto van Jan van der Bossen, zoon van Karin, die staat hier. Want ja, die kunnen daar ook nou niet de auto's kwijt. Maar ik keek vanochtend uit het raam en denk, nou, als het daar geen water staat, heb je daar bosjes aan weerszijden en daar was ongeveer het water. Ja. En als het nou hoger is, want als het goed is het nou hoger. Het zou vandaag toch nog het hoogste punt komen? Ja. Eind van de middag? Oh, eind van de middag? Ja. Oh. Ja. Maar ja, er wordt zoveel verteld momenteel. Dus, en dan krijgen we ook nog telefoontjes en appjes uit. Onze zoon woont in Zeeland, dus die hele schoonfamilie begint allemaal van hoe is het met jullie? Van Jansen, oud-leraar uit Doetinchem. Nou, en hoe is het met jullie? Staan jullie onder water? Nou, echt geweldig. Je hebt de hele dag aanloop op het terras bij ons. Ja, dat is echt. Ik kreeg zelfs al een mailtje uit Amerika. Uit Amerika? Ja, dat is het bij Brokkelweb nieuws. Oh. Dus of het goed ging, nou ja. Maar goed, je hebt in ieder geval het broodje, je kunt weer de dag doorkomen. Nou ja, ik denk het ergste is weer geweest. En dan is het goed gegaan. Het water is nu een stuk hoger. De klep die ik gisteren heb gefilmd, die staat nu onder water. De laadklep staat onder water.